Michael, het is oorlog. Oorlog in mijn lichaam. Wel, en met mij gaat alles goed. Gaat het over twee oorlogen. Enerzijds heb je de oorlog van Jonas, die eigenlijk te maken heeft met een oorlog in zijn eigen lichaam. En die oorlog heet AIDS. En aan de andere kant heb je Michael, zijn stiefbroer of halfbroer. Die heeft te maken met een oorlog in zijn ex-land, en dat is ex-Joegoslavië. Dus heb je aan de ene kant een land dat wordt verwoest door een oorlog, en aan de andere kant een lichaam dat wordt verwoest door een oorlog. Miljoenen minuscule indringers rukken razendsnel op. Verkenners bespeuren de aanwezigheid van de piepkleine vijandjes en blazen groot alarm. Een goede vriend van mij die is gestorven aan AIDS in 1994. En toen voelde ik eigenlijk de grote behoefte om zijn verhaal verder te vertellen. Maar de vijand is slim. Hij ontwijkt de massaal oprukkende verdedigers en stevend recht op het hoofdkwartier van het immuniteitsstelsel af, de T-cel. Wel, ik heb voor die briefvorm gekozen omdat AIDS-patiënten heel vaak moeten liegen. Ze moeten liegen over hun ziekte. Zeker moesten ze dat doen in de jaren 90. En in een brief kan je heel goed liegen. Veel beter dan live. En een tweede reden is dat ik de lezer zo'n klein beetje een voyeurgevoel wilde bezorgen. Hij leest eigenlijk mee over de schouder van iemand anders brieven die niet voor hem bestemd zijn. Ze richten hun aanvallen op weer andere T-cellen en vernietigen ze volgens hetzelfde procedé. Star Wars.